deze trein, de uitstoot hier aan deze trein, dit is pollutie, vervuiling. Dus het zijn dingen die dat nog altijd steeds gebeuren. Dus het is, de routes zijn overladen, er is geen security, er is heel veel pollutie en er is een hoge consumptie. Als je gaat kijken hier naar de elektriciteitsproductie voor transport, en je ziet hier momenteel dat 91% is nog altijd steeds, 91% nog altijd steeds gas, petrol, nucleair en kool, dat je maar 8% gebruikt aan hydrobrandstof. Hier zien we momenteel de soort van rails. Als je gaat kijken op een soort van rails die dat er momenteel bestaan. Er wordt ook gehangen. Hè. Het is niet dat het helemaal vreemd is dat het al gehangen wordt aan een rail. Hier zie je ook een rail waar dat er aan gehangen wordt. Een ander soort kabelrail. Als je spreekt over kabelrails, hier ziet je dus de heel duidelijke rails. Ik ga dat heel even hier laten zien. Hè. Hier zie je de heel duidelijke rails, hè, waar dat we aan verwijzelijken. Hier zie je ook weer een kabelrail. Maar dat zijn totaal helemaal andere systemen zoals wij hebben. Hè. Dus dat is een heel ander systeem zoals wij in onze contraire hebben. En dit is natuurlijk het lesje van de zalm. Hè. Als je nu gaat kijken naar hetgeen wat Anatoly Jorninski in de laatste jaren gecreëerd heeft, mensen. Als je ziet van tijdspannen van 2014, 15, 16, dat we eigenlijk maar pas zijn beginnen bouwen in dat ecotechnopark. En als we nu zien hoe ver dat we staan, ik denk dat mensen eigenlijk soms niet goed begrijpen waar dat we mee bezig zijn. Je moet rekening houden dat we hier van crash bezig zijn. Hè. Helemaal vanaf nul zijn wij bezig. Wij creëren een transport en een infrastructuur die niet onder moet doen voor potentieel van industrie's zoals luchtvaart, spoorwegen en automobielsector. Dit is een woord van Anatoly Jorninski dat hij gebruikt in zijn presentaties. Ik ga later op presentaties terugkomen als we daar gaan over spreken, over de presentaties. Want je ziet nu, elke keer als er een presentatie is, dan moeten we ook een vermeldingsbron maken van waar dat deze tekst komt. En nu zie je dat er nog staan, onderaan. Hier zie je ook, ik ga niet veel meer vertellen over die rails. Mensen die hierin zitten, die weten heel goed waar dat deze railsystemen zijn. Hè? Dus de stringrails. En hier zie je het boksysteem dat op de rails wordt geplaatst. En dan zie je hier nog eens uitvergroot en verduidelijkt de rails. Zie je hier nog eens een keer heel goed zijn. Hè? Hier zie je nog eens een keer duidelijk de kabellijnen, dit is een fotomontage, maar zo gaat het er dus wel uitzien. Als je hier gaat kijken naar de kabels die dat nodig zijn, je ziet hier de rails en je ziet hier de kabels die dat wij hebben, dan zie je heel duidelijk al de kabels die er nodig zijn om deze brug te bouwen. En als je ziet wat wij nodig hebben, om deze kabels die we nodig hebben, die zitten in de rails inverwerkt. Dus alles zit daarin, in de rails inverwerkt. Dus zit in deze hangrails, zit alles dan ook nog eens duidelijk in. Net zoals dit. Ja? Net zoals dit hier. Hè? Als je hier kijkt naar ons kabelsysteem, als je hier kijkt naar ons kabelsysteem, dan zie je hier duidelijk, ons anti-railsysteem. Dat het nog eens keer duidelijk verwezenlijk wordt dat je absoluut niet van de rails kunt geraken. En het motorwielsysteem. Hier is het motorwielsysteem. Het motorwielsysteem dat je hier zo hebt. Dat is op de beurs in Berlijn voorgesteld geweest. Mensen die dat er geweest zijn, die hebben dat toen gezien. Toen stond het daar ook. Dat is ons neusje van de zalm en daar zit iedereen aan te kijken. Hè. Iedereen kijkt naar dit stukje. Onze rails, hier mensen, dit is ons neusje van de zalm, onze high speed. De high speed, de Unibus high speed. Als je kijkt naar het verbruik, en dit moeten jullie even proberen te begrijpen, als je bekijkt naar het verbruik, bij 14 mensen kunnen er in deze wagon, 14 kunnen er daarin, en in deze Unibus kunnen er 14 in. Als je dan kijkt per persoon, als je ziet wat het verbruik is op een afstand tegen 100 km per uur, en tegen een afstand van 100 km
dan we gebruiken 0,12 kilogram aan fuel, aan benzine. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als je gaat berekenen wat verbruik ga je hebben op dit moment aan jouw transport, dan weet je dat je maar 0,12 gebruikt op 100 kilometer. Als we nou met een auto gaan rijden, dan zitten we op 4, 5, 6 liter en misschien meer de kilometer. Als je ziet op 100 kilometer, als je op 100 kilometer bedoel ik. Als je dat ziet wat we verbruiken aan ons verbruik, aan omgerekend in fuel, in brandstof, dan zie je dat we op 0,12 zitten. Dit is echt heel interessant. En hier zie je dan als je de high speed neemt, en je ziet de high speed hier, dan zie je hier als je met 6 mensen in de high speed zit, tegen een afstand van 500 km per uur, op 100 km afstand, zitten we nog niet op 1 liter verbruik. Mensen, dit is zo interessant als je dat gaat vergelijken, dit 0,12, ja, en hier dat we zitten aan nog niet een liter met een high speed. Dit is voor veel transportbedrijven een droom, geloof dit maar. Hè. Dit is nu hetgeen wat we nu nog moeten gaan uittesten, is de snelheidstrein, de snelheidstraject, omdat we daar toch heel wat kilometers voor nodig hebben, die dat later zal uitgetest worden in Abu Dhabi. Hier zie je de problemen, hè, overladen van transportroutes, de security, pollutie en veel te veel verbruik aan powerconsumptie. Als je kijkt naar eigenlijk hoe laag wij staan, de capital cost, de operatiekost, de energie, de capaciteit die dat we leveren, hoeveel capaciteit we leveren tegenover de monorail. En als je hier kijkt, de pollutie, we hebben zo goed als niks uitstoot. Ja? Uitstoot hoeft daarom niet alleen te zijn. Pollutie, dat kan ook bij rempollutie zijn, dat kan bij andere pollutie zijn. Transportaccidentrate, dat is heel laag. Skyway is hier, al de tekentjes, kan je hier de tekentjes terugvinden. Wat is eigenlijk de monorail, wat is de tram, wat is motortransport, dat kan je allemaal terugvinden, mensen, hier op deze site, op de Uninsky.com site. Ga er allemaal een beetje meer op kijken en gebruik dit ook eens een beetje meer. Toch belangrijk dat we dat heel goed gaan gebruiken. De delivery cost. Delivery cost is, we zitten aan een kost die lager is om te leveren als de boot. En we gaan bijna zo snel als een vliegtuig. Als je kijkt naar de prijs, kostprijzen. Hè, mensen, zie hier onze kostprijs van Skyway. Is tussen de 3 en de 8 miljoen kost per kilometer. Dit is including uw rails, including uw vehicles, including uw treintransport om te bouwen, uw station. Dit is bepaalde stations. Dat gaat niet over 50 vehicles. Dat wordt berekend op de afstand die dat berekend wordt, dat daar zoveel treinvehicles voor nodig zijn, treintransport. Wagons voor nodig zijn. En je ziet hier 3,8, hier zien we op 36, onder de 6 miljoen voor de magnet. En als je hier kijkt naar de welbekende Hyperloop, dan gaan we naar 100 miljoen de kilometer. Hier zie je ons product, hier mogen we wel fier op zijn. Hè. Als je kijkt wat wij hier aan het presteren zijn, mensen, dat is geweldig. Deze man, daar hou ik van. Hè. Die man, dat is ons juweel. Hè. Daar moeten we echt. Die moeten we in ons hart dragen als je weet wat je persoon creëert, wat dat je mens maakt. Mamma mia, wat dat je mens maakt, wat dat je mens creëert. Die is een koppetje, die is een brein. Kunnen wij je dat voorstellen, waar dat je nou zo lang mee bezig is? En dan vragen mensen zich af, wanneer zijn we nu aan het bouwen? En dan vragen mensen zich af, wanneer gaan we nu beginnen rijden? Mensen, dat is een project dat begonnen is van scratch, vanaf nul. Kun je je dat voorstellen? Die is de wereld aan het veranderen. Gewoon de wereld aan het veranderen. En nu gaat de wereld helemaal veranderen achter de coronavirus. We weten al wat voordeel dat wij hebben op het ogenblik. Welk voordeel dat er voor ons gecreëerd wordt. Dat gaat er pas achteraf beginnen begrijpen. Dat wij momenteel in een luxe positie zitten. Niet met de coronavirus, maar met hetgeen wat er achteraf zal uitkomen na de coronavirus. Maar daar gaan we verder op later komen. Daar kom ik later op terug. Dus als je kijkt naar onze man, onze Uninsky man, daar ben ik zo fier op die mens, wat dat je geschreven heeft, wat hij al gedaan heeft, wat je nog elke dag mee bezig is.
Als je zijn vrouw hoort praten en je ziet die man die werkt van 's morgens tot 's avonds, mensen, die is wel in de 70 jaar. Hè? Doe het maar allemaal. Hè? Ik wil het jullie allemaal zien doen en ik mezelf ook. Hè? We moeten eigenlijk, daar is toch een klein beetje rekening mee houden, dat wat je mens eigenlijk kan presteren, is dat dat niet zomaar iets is. Kijk hier wat hij eigenlijk allemaal doet. Hè? Kaat komt zelfs ook mee in voor. Kaat gaat wel bepaalde dingen zelfs ook nog een beetje verduidelijken. Kaat komt dadelijk achter mij ook nog. Kaat komt zelfs ook nog. Hier zie je dan ook alle soorten transport dat we hebben, de containertransport die we hebben. Hier zie je hoe duidelijk het is, hoe safe het ook is. Allerlei beurzen van Berlijn tot die dat we nu momenteel al gedaan hebben. Als je ziet, hè, de certificaten die dat we krijgen, de patenten die dat hij heeft. Mensen, dat is zomaar niet een klein bedrijf. Hè. En dit is een patent dat is afgevaardigd in Brussel. Hè. Dat is een Belgisch patent hier. Hè. En dat je hier ziet, dat is in Brussel afgetekend geweest. Als je ziet ons kantoor, en als je nu weet dat we nu ondertussen al een kantoor hebben met 9 verdiepingen, hè, dus dat is ook al veranderd. Ons fabriek, hè, waar onze mensen werken, we hebben eigenlijk een duidelijk fabriek. De plaats waar het begonnen is, weet je het nog, allemaal van scratch. En je bent er allemaal naartoe gegaan, naar dat eilandje, hè, naar dat plaatsje hier, hè, en dat je nu ziet waar we nu staan. Dat is momenteel toch wel een heel grote verandering, als je ziet wat die mens gepresteerd heeft. Ook aan ons te danken, natuurlijk. Aan hetgeen, aan ons werk dat wij leveren, dat we niet stoppen en dat we doordoen. We stoppen niet en we gaan gewoon door. We gaan gewoon door met het project te volledigen voor Anatoly Ioninsky en voor onszelf ook natuurlijk. Als je ziet welke soorten transport dat deze man hier creëert. Dan Sarja. Ons project in Sarja, dat is in de volle running. In de volle running, de 400 meter is volledig af. We zijn nu bezig aan de volgende lijnen en het eco-huis te bouwen. Hier zie je ook voor de shake wat we gepresteerd al hebben. Dit zal een lijn zijn die dat ze meestal nu op tropische en warme landen gaan gebruiken. Hè. Dat gaat een transport zijn dat ze op warme landen zullen gaan gebruiken. En dit is natuurlijk een fotomontage, maar het is voor u een beeld te geven hoe mooi en hoe duidelijk het is om met ons transport te rijden. Hè. Geen vervuilingen meer, enzovoort. Innovatief, het is bovengrond, high speed, het is veiligheid, het is efficiënt. Mensen, dit is ons transport, onze toekomst. Zo, ik ga nu even het volgende nog laten zien, omdat je moet begrijpen dat we van 2014... Tot 2015, naar 2016, naar 17, naar 18, naar 19, naar 20. Als je gaat kijken, we hebben steeds alle keren progressie gemaakt. Hè. We maken alle keren een progressie en we gaan vooruit. Als je nu ziet wat er met heel veel bedrijven gebeurt, alles is naar beneden aan het gaan. Wij zijn aan het verkorten. Kijk goed, korter, hè. Niet meer langer, hè. Korter. Wij zijn aan het inkorten. Hè. Ons kans is heel klein dat mensen in de toekomst dit soort investeringen niet meer gaan kunnen doen. Hè. Die gaan dat alleen maar rechtstreeks kunnen gaan kopen op de officiële markt. Hè. Het is gedaan met voorinvesteringen te doen. Hè. Dus inviteer nog iedereen nu dat het nog kan. Doe het nog. Die coronavirus werkt in ons voordeel en niet in ons nadeel. Hè. Als je kijkt hier naar ons eco-huis die dat we hebben, ja, echt, dit is mijn droom waar ik met jullie allemaal naartoe wil gaan, dat we een duidelijke, mooie, ecologische woning gaan kunnen creëren. Met duidelijk groen, niet meer verkeerd door mijn straten continu, dat ik mijn kinderen zeer veilig kan laten lopen, geen angst meer moet hebben van vervuilingen en andere dingen. Dit is iets waar dat we allemaal met ons allen naar uitkijken. Als je dit ziet, en je ziet dat transport, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, dat glas, wat Ioninsky erover gezegd heeft, dat vacuümglas, hè, wat dat creëert voor ons, plus 70 graden uit, min 50 graden uit, dat het glas tegen alles bestand is, en dat het ook tegen, met airco, dat het een natuurlijke innovatie gaat geven in uw woonkamer. En dit is de slide. Dit is ons nieuwe slide van ons netwerk voor de toekomst. Zo. Het is heel belangrijk dat we nu even allemaal samen onze handen in elkaar slaan.
en dat we echt onze handen heel goed in elkaar slaan, mensen. Dat we echt even allemaal gaan samenwerken. En dat je niet moet gaan panikeren. Ik heb hier vandaag iets gelezen en ik dacht, ja, het is heel erg, dat klopt. Maar als je nu naar het nieuws gaat kijken, dan zie je enkel maar dit negatief nieuws. Je ziet negatief nieuws, de coronavirus doodt mensen, het doodt mensen, het doodt mensen, en het is slecht. Oké, we weten nu allemaal, we moeten thuis blijven. Dat weten we. Doe dat dan ook. Doe dat dan ook en maak er dan ook werk van. Ja? Als je dan niet thuis blijft, dan weet je dat jij een gevaar bent voor de maatschappij. Werkt alsjeblieft eens een keer mee allemaal en werkt allemaal samen, dan is dat heel snel opgelost. Maar daarvoor moeten we samenwerken en niet beginnen panikeren. Er is één ding dat jullie moeten leren, is de wet van de aantrekkingskracht. Waarom heeft de ene nu altijd veel geluk en de ander heeft geen geluk? En dan hoor ik altijd zeggen, ja, er is voor het geluk geboren. Nee, ik geloof dat dus niet voor het geluk geboren. Hè? Geluk door er niet voor geboren, dat creëert je. Geluk creëert je doordat je weet hoe moet je dat gaan gebruiken. Ik geef je een paar tips mee hoe dat ik het doe. En het is alleen aan jullie om het mee te gebruiken. Ik maak een succesvol bord. Ik maak elk jaar een bord, een succesvol bord waar ik naartoe ga. Dit is bijvoorbeeld een businessbord. Ja? Dit is van iemand een succesvol, die wil succesvol motivatiespreker worden. Ze wil een leader zijn. Ze wil succes hebben. Ze wil rijk zijn. Ze wil maak me rijk. Ze wil passie hebben. Ze wil sweet succes hebben. Ze wil geloven in. Ze is een entrepreneur. Als je dit allemaal bekijkt, mensen, maak eens een keer een bord. En trek die kracht ook aan. En wij kunnen dat ook aantrekken. Wij kunnen dat ook echt aantrekken. Maak een check. Ik geef jou allemaal een blanco check. Nu, een blanco check die je zelf mag invullen. Dit geheim van deze magic check is dankbaarheid. Voel je dankbaarheid voor het geld alsof je het al hebt. En stel je voor dat je het gaat uitgeven aan iets dat je echt wilt. Schrijf dan dat bedrag eens een keer hier. Schrijf dat bedrag hier eens een keer in die check. Print dat af thuis. Print dat af. Ja. En schrijf erop. En hang je op een plaats waarbij dat je die 10 keer per dag tegenkomt. Waarbij dat je die bijna ruikt, je check. Dat je die voelt. Dat je die aantrekking ruikt. Just hetzelfde als je een auto wilt kopen en je wilt je auto voelen. Ik hoor altijd veel mensen zeggen, ja, ik wil graag een Jaguar hebben, of ik wil een Mercedes hebben, of ik wil dat hebben. Maar dat ik dan vraag, heb je al eens met je Mercedes gereden? Heb je al eens in je Jaguar gezeten? Oh nee, je weet niet wat dat kost, zeker? Ik ken daarna momenteel geen centen voor. Maar zo moet je niet redeneren, hè? Ga naar de garage, zeg tegen de garagehouder, meneer, ik heb echt zin om je auto te kopen, ik wil er een proefrit doen. Geef mij een nieuw weekend geen auto ter beschikking. Er zijn garages die dat echt doen in België. Ik heb dat al gedaan met de Porsche Cayenne, ik heb dat al gedaan met de laatste nieuwe Mercedes. Ik heb dat allemaal al gedaan. Dus je moet dat voelen. Je moet daarmee gaan rijden. Je moet erin zitten. Je moet die feeling hebben. Je moet, als je eruit stapt, dat je auto, dat moet zeer doen. Dat je dan op dat moment dat je die niet hebt. Je moet je raken. Je moet, als je buiten komt en je komt nadien terug in de waas, dat je die aantrekkingskracht van je auto, dat je die aantrekt. En zo heb ik ooit mijn doel gesteld op een Chrysler. Ik weet dat nog heel goed, zo precies, die trekt op een Bentley. Toen heb ik jaren gereden, zodat ik hem zelf naar de botten heb gereden natuurlijk. Hè. Ja, wat ik dan gedaan had, was, ik was altijd aan het werken, gelijk dat ik nu aan het werken ben, maar ik was dan te laat voor olie met een auto te doen natuurlijk. En het resultaat was, ik heb de motor opgeblazen. Dat moet je natuurlijk niet doen. Ook dat moet je in orde maken. Je moet af en toe eens tijd geven en alles onderhouden. En dat heb ik toen niet gedaan. Friends, please, in deze momenten, in deze tijden, hou van elkaar. En deel met je vrienden. Deel met je vrienden en met je omgeving. Doe dit samen. En niet iedereen is altijd bereid om zoveel te kunnen geven zoals jij kunt geven. Maar probeer eens een keer met elkaar te delen. Nu, het laatste stukje dat ik laat zien, waar ik aan kan gaan, is rebranding. Kijk mensen, onze nieuwe naam. Onze nieuwe naam die dat we hier hebben, Sky World Community. Sky World Community. Mensen, daar ben ik zo fier op. Zo fier op dat je naam veranderd is. Dat we uiteindelijk alles gaan kunnen beginnen cleanen. Dat we van die troep
afgeraken. Van die troep afgeraken aan dat internet. Als je weet wat momenteel Skywalk Community aan het doen is voor er vanaf te geraken, dat is enorm. En als ik spreek over Skywalk Community, hier, dat was de allereerste keer dat je gebruikt is geweest. Op podium, dat was in Minsk, dat we toen waren, met ons vijfjarig bestaan. En dat we daar toen die presentatie de allereerste keer die laten zien hebben. Nu zijn er heel wat regels. En vanaf nu, mensen, is het belangrijk dat iedereen zich aan die regels gaat houden. Iedereen dat hier ziet, alsjeblieft later, je kunt van ons of van uw opleiding die slides krijgen. Dat is geen probleem, maar gebruik ze in de juiste vorm. En dat wil ook zeggen de juiste kleur, de juiste patentkleuren, alles juist gaan gebruiken. En juist gaan gebruiken is zoals het hier staat. Skyworld Community staat onder het woord of zoals het hier gepubliceerd staat. Er is vanaf nu een reglementering. En dat is een basisreglementering. Dat is een wet. Je hebt de foto, je hebt de kleur en je hebt de blank space, de plaats waar er niets mag staan. En hier ga ik u dat even verduidelijken, wat kan en wat dat niet kan. Ja? Die zijn de logos die dat kunnen. Zo kun je het publiceren, zoals je het hier ziet staan. Ja? Dus zoals je het hier ziet staan, kun je het publiceren. Hè? Zoals je het hier ziet... Oh, sorry, ik ga even teruggaan. Ik wou mijn dingetje gepakt. Zoals je het hier ziet staan, en zoals je het hier ziet staan, kun je het eigenlijk allemaal gebruiken. Hè? Zoals je het hier ziet staan, kun je het gebruiken. Dus je kunt dit gebruiken, dat deel, en je kunt dat gebruiken, dat deel. Maar je kunt het niet anders gaan doen. Je moet het enkel gebruiken zoals het hier zo staat. En houden wij ook aan die regels. Het wordt heel strikt nageleefd, ook voor in Facebook, in groepen, in andere dingen. Het moet zo staan. Enkel deze patentkleur gebruiken. Enkel deze kleur gebruiken. De patentkleur, de CMYK kleur of de RGB kleur. Hier staat het, drukkers die weten wat het wil zeggen. Hier zie je wat dat je kan doen als je dit gaat drukken en je wilt een folder gaan maken of zoiets. Kijk, maar dat mag en maar dat niet mag. Hè. Hier zie je Coca-Cola. Ja, dat is correct. Ik kan Coca-Cola niet zo gaan maken. Hè. Je ziet, onze logo is correct. Je kunt onze logo niet zo gaan maken. Hè. Dat is precies of de coronavirus zit erop. Ik heb er echt niet veel zin om dat zo te zien. Hè. En als je hier kijkt naar yes, dat is niet een no. Hè. Zo moet het. Ja. Nog een voorbeeld. Hier zie je de logo. Ja, en hier zie je ook een logo. Dit is de juiste formaat. Dit kan dus niet. Hè. Ik kan in deze ruimte kan ik niks inbrengen. Ik kan in deze ruimte niks inbrengen. Dat moet echt leeg blijven. Die oppervlakte moet leeg blijven. Als je gaat kijken, Siemens. Als je gaat kijken naar Siemens, die gebruiken altijd op dezelfde manier. Altijd gebruiken die op dezelfde manier hun systeem. Zie je? We gaan terugkijken naar Siemens. Kijk hier. Siemens, hun logo staat hier. Siemens, hun systeem staat hier. Dat blijft altijd op dezelfde manier terugkomen. Dat verandert niet. Zelfs die kleur verandert niet. Hier zie je terugkomen. Zie je het? Siemens, op dezelfde manier. Op dezelfde manier. En mensen, alsjeblieft, heb respect voor ons logo. Opnieuw. Hier zie je. Blank space. Dat mag niet. Dit moet... Geblankt, dat moet kleurloos zijn, die moet blank zijn, die moet clear zijn. Hier, net hetzelfde, dat mag dus niet op deze manier. Hè? Wat ik hier gemaakt heb, mag niet. Ja, die fout die heb ik zelf gemaakt. Die heb ik echt zelf gemaakt. En ik vind het heel mooi om te laten zien, dit is een foute manier. Ik dacht, ik ga de logo op mijn hand zetten, ik ga laten zien. Ik werd meteen op mijn vinger getikt door Jury. En hij heeft groot gelijk, hè? Want het moet dus wel zo zijn. Op deze manier is het wel toegelaten. Zie je? Dus we doen dat wel op de juiste manier. Niet zo, maar wel zo. Skywalk Community heeft ook een aantal maten en breedtes gezien. 3 centimeter van de kant blijven. Hier tot 1,2 millimeter, 1 centimeter en 2 van de kant blijven. Voordat je er ergens iets in zit. Hè? Heb respect voor die dingen, er zijn echte regels aan. En die regels zijn niet gemaakt voor ons te pesten, dit is voor professioneel naar voren te komen. Als je tekst gaat schrijven en je gaat teksten gebruiken, gebruik enkel Myriad. Myriad, deze tekst enkel gebruiken. Dus als je naar een drukker gaat of je gaat ergens naartoe, laat alleen dit soort lettertypen gebruiken. Anders wordt het niet
officieel goedgekeurd. Nog zoiets hier, Skyworld, oh, dat is toch gewoon voor eens een beetje andere letters te gebruiken, hè? Andere kleuren achter te zetten en niet een andere kleuren achter. Mag niet, geen andere kleuren, ook niet versmallen, ook niet in de breedte, niet in de lengte. Geen vogeltje bijzitten, geen een andere logo bijzitten, niet achter een andere achtergrond. No, no, no. Dit zijn dingen die dat dus niet mogen, hè? Hier, de Skyworld Community. Je mag die tech Skyworld Community niet gaan invoegen zo in dit systeem. Dan moet dan de logo in staan, zoals hier. Ja? Mag dus niet. Hè? Hier zie je wat dat wel mag. Hier zie je het heel duidelijk wat dat wel mag en wat dat niet mag. Hè? Dus hier zie je het nog eens keer duidelijk, we hebben het erover gezegd, wat dat wel mag en niet mag. Dit was een presentatie die mijn collega gemaakt heeft, Sami Samsudin, en we waren eigenlijk eerlijk gezegd heel fier dat we dat zagen. We zeggen van wauw, dat was toch een hele mooie advertentie. Er was heel veel volk opgekomen, maar achteraf heeft Juri ons gewezen op de feiten dat dit ook niet mag ingebracht worden. Dit mag niet ingebracht worden, dus dit mag niet. Ja? En hier zie je ook weer iets gezegd, ah, ik zal mijn logo hier eens inzetten, of ik zal mijn librant hier eens inzetten, of hier, dat mag niet. Je mag niet gaan zetten in andere teksten. Je mag dat nergens anders gaan inbrengen. Hè. Als je dat ziet, wat je niet mag doen, mensen, je mag dat nergens niet inbrengen. Voilà. En dit was eigenlijk een van de belangrijkste dingen die dat ik eigenlijk zo wat te vertellen had over mijn presentatie. Nu, als je dat eigenlijk ziet, ik had over mijn vorige presentatie, die dat ik gegeven had, een paar vragen binnengekregen, maar daar ga ik streng op plaatsen, helemaal op plaatsen op terugkomen. Ik had een vijftal vragen binnengekregen, daar kom ik op plaatsen op terug, die dat ik ga beantwoorden. Maar ik geef nu het woord aan de communicatiemanager voor Europa. Een dame met stijl, een dame met actie, een dame met power, een dame met Live Love Life. Hier is Kaat Jacobs. Kaat. Oh, zien jullie mij? Horen jullie mij? Graag een kruisje. Dat is goed. Staat de camera aan? Perfect. Alright. Let's roll. Zien jullie mijn slide? Die staat hier niet op om. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, super. Dat is raar. Staat niet hierop om. Oké, okay, maar is goed. Als jullie de slide maar zien. Goed, ik ben jullie communicatiemanager van Skyworld Community. En ik ga jullie even inlichten wat mijn verantwoordelijkheden zijn. Zien jullie de volgende slide? Ja, oké, okay, goed, goed. Oké, okay, in kort. Ik zorg voor de communicatie tussen het bestuur en de mensen. De mensen waar de informatie voor nodig is. Dat kan leaders zijn, dat kan technici zijn, dat kan van alles. Ik ben eigenlijk de katalysator een beetje. Ik kan wel geen Russisch en het bestuur spreekt hoofdzakelijk Russisch. Dus daar komt iemand tussen die mij helpt met communicatie en dat is onze lieve Irisha en die spreekt Engels en Russisch en die geeft heel veel aan ons door. We zijn op dit moment ook met een leaders team bezig, mensen die echt geëngageerd zijn om Skyway nog verder in de wereld uit te dragen en ik ben daar in februari of januari voor naar welk land was het nu weer?
Letland of Estland, oh, sorry, maakt niet uit. Hebben ontmoet, hebben wij allemaal samengezeten. Christian heeft dan vanuit Nigeria ook meegedaan online. En daar hebben we besproken wat kunnen we nog veranderen, wat moet er nog veranderen, wat is belangrijk om te veranderen. En dat gaan we dan morgen, als alles goed verloopt, overmorgen aan het bestuur voorleggen. En ze hebben ook al alles op papier gekregen. Zijn er zeer gelukkig mee dat er zoveel mensen initiatief nemen, want daar, dat is eigenlijk heel belangrijk, dat mensen ook initiatief nemen. Omdat mensen denken van ja, het moet eigenlijk altijd vanuit het bestuur komen en vanuit de leaders, maar dat is niet nodig. Als je ideeën hebt en zo, contacteer mij. Als je initiatief wil nemen, geef ons dat eerst naar door, hè. Geef het aan mij door. Ik geef je dadelijk mijn contactgegevens. En dan zien we dat. Mensen, één ding, er is geen nood op dit moment om met mensen van de politiek in contact te komen. Want Junitski heeft gezegd dat ze verzadigd zijn. We hebben niet genoeg ingenieurs op dit moment om nog te gaan bouwen. Dus als ik mensen binnen, mails van mensen of berichtjes van mensen binnenkrijg van Kaat, ik zou dat bestuurslid of die bestuurslid willen aanspreken. Laat dan nog even wachten. Zeker nu in deze turbulente tijden. Om nog met politiekers en zo te gaan bespreken. Omdat wij uit ervaring hebben mogen ontdekken. Dat veel politiekers wel altijd willen horen. Maar dat wij er heel veel tijd en energie in steken. En uiteindelijk loopt het uit op een sisser. Of ze gebruiken ons voor andere dingen door te drukken. Je mag altijd wel info vragen aan de gemeenteraad en zo. Wat de bedoelingen zijn van bouwplannen en zo. Maar echt naar de politieke stappen, dat stellen we een beetje uit. Ook omdat we niet genoeg ingenieurs hebben. Als jullie ingenieurs kennen die graag een opleiding volgen bij Skyway zelf, dus bij Junitski zelf, dan geef alsjeblieft die mensen informatie door, want Junitski is nog altijd op zoek naar ingenieurs. Goed, dat is dat. Dan technische problemen in de back-office. Dus morgen nog, Kaat, we kunnen geen betaling doen met Bitcoin, onmiddellijk naar de mensen van de technische dienst. En dat zijn niet de live chats. De live chats zijn eigenlijk mensen die de algemene problemen, dus de kleine problemen oplossen. En dan de mensen die boven die mensen staan, dat zijn dan degenen die meer contact hebben met de verschillende diensten. Dus dan gaat dat sneller opgelost. En die mensen geven we natuurlijk niet hun gegevens, want gaat iedereen voor de kleinste spulletjes naar hun contact opnemen. Maar de leaders die kunnen daar wel mee communiceren. Dus mensen met een heel groot team. En die de gewone, kleine hakkenfietsjes, gelijk ik ben mijn wachtwoord vergeten. Of ik wil mijn e-mailadres veranderen. Of ik wil mijn telefoonnummer veranderen. Ik ben mijn pakketje kwijt, te laat betaald. Dat is allemaal live chat. Ja, dat is allemaal geen probleem. Dat is onderaan dat lipje, dat blauw lipje opdrukken. Kan wel intrusies staan soms, als ze aan de website bezig zijn. Ja, dat kan alles gebeuren. En dan vul je jouw e-mailadres in van je backoffice. En dan de dingen, de vraag. En dan zul je zien, ik schrijf altijd eerst hello, want je moet de vraag toch altijd weer opnieuw stellen. En dan zien ze aan jouw geschrift dat het Engels is en dan switchen zij van Russisch naar iemand die Engels kan spreken. En dat duurt enkele seconden, soms een minuutje, en dan kan je je vraag terugstellen. En die mensen lossen al heel veel problemen op. En dan de grotere problemen, wat zijn dat voor problemen? Mensen die bijvoorbeeld een pakketje niet betaald hebben lange tijd door omstandigheden en dat echt dat we het aan kunnen tonen of betalingen niet verloren zijn gegaan, zo van die dingen, dat gaan we dan doen met de hoofd van het bestuur. Goed, dat was dat. En dan ben ik ook intens bezig met oplossingen
En geschillen tussen de topexperten en het bestuur, tussen de mensen, de leaders en onderling in landen. Er zijn heel wat leaders onderling in landen die wel wat miscommunicatie hebben. En het is belangrijk dat er gecommuniceerd wordt, zodat we weten wat het probleem is en dat die opgelost geraken. En dan ook met de leaders en hun team. Sommige mensen hebben in hun team mensen die ja, dingen misbegrepen hebben, onterecht beschuldigd zijn geworden. En die kunnen ook altijd bij mij terecht, zodat we dat kunnen rechtzetten. En als er communicatie mogelijk is, dan kunnen we ook alles rechtzetten. En dan de behoeftes en de vragen van de teamleaders bespreken. Dat wordt ook al gedaan in topexperten. Conferentie. Niet veel mensen kunnen daar dikwijls aan deelnemen, omdat dat soms op de raarste uren is, omdat Moskou nog een groot tijdsverschil is. En dan kun je ook bij mij terecht, dan geef ik hun vragen door. En dan natuurlijk alle soort problemen die de leaders tegenkomen. Bijvoorbeeld, Kaat, waar kan ik een nieuwe slide vinden of welke foto's mag ik gebruiken? Dan ga ik naar Yuri. Yuri is onze designer. Dan zijn mensen die vragen hebben in verband met boekjes, foldertjes. Wat mag er nog, wat mag er niet met de nieuwe logo en zo. Dat is ook heel belangrijk. Dan nu de nieuwe situatie dat we geen conventies meer kunnen geven, alleen online. Zijn er presentaties om in andere talen? Zijn er presentaties om met de nieuwe logo? Zijn er presentaties over de nieuwe situatie? Enzovoort, enzovoort. Dus die vragen komen allemaal bij mij terecht. En met heel veel plezier beantwoord ik die. En stuur ik die door naar de mensen die dit hebben. Of stuur ik hun dat door wat ze nodig hebben. Dus dat is zo'n beetje mijn verantwoordelijkheid. Ik heb ook wel al zaken opgelost die al maanden zijn, zelfs bij die al jaren hangende waren, die niet opgelost geraakten, omdat de mensen ook niet wisten waar ze terecht konden. Of die geen, of allee, die hebben wel allemaal een sponsor, maar geen actieve sponsor boven zich hadden staan, of niet wisten met wie ze contact mochten of konden opnemen. En dan kunnen jullie ook nog altijd met mij contact opnemen. Ik ga even mijn contactgegevens doorgeven. Voilà. Ik zal ze ook publiek zetten. Dan kunnen jullie ze downloaden. Dus jullie kunnen mij op Skype zien. Contacteren. Jullie kunnen mij op WhatsApp. En dan Messenger en Telegram. En Telegram gebruik ik veel met Rusland te communiceren. Omdat ik weet dat uit ervaring met een vriend die in Congo zit. Die zegt ook Telegram is de beste, de snelste. WhatsApp, daar zit een tijdsvertraging in. En Telegram niet. Dus, en de Russische mensen die, waar ik mee communiceer van de technische dienst, die gebruiken ook allemaal Telegram. Dus vandaar Telegram. Dus het is niet verplicht om mij op Telegram te vinden. Als jullie op WhatsApp zitten, no problem. En Skype, Messenger, geen probleem. Goed, dit is... ik had nog een andere presentatie opgeladen en Christian heeft die per ongeluk gedelete. Ik krijg hem ook niet meer opgeladen om nu die te geven. Terwijl wij actief bezig zijn, krijg ik de presentatie niet meer opgeladen. Dat is wel jammer, want ik had een presentatie van Yuri, onze designer, gevraagd. Die hij ook voorgesteld heeft in de grote eerste online conferentie. Ik heb die opgevraagd om de mensen wat te laten zien van kijk, dit is de nieuwe presentatie, daar krijg je toegang tot. Want ik heb gevraagd, mag ik die delen? En hij zei, ja, je mocht je met iedereen delen, je moet alleen namen veranderen en zo. Dus ik heb die. Zou ik jullie die willen, zou jullie willen dat ik die aan jullie laat zien, uitleg aan geef? Dan moeten we een andere datum afspreken, maar ik krijg hem niet meer opgeladen. Dus dat is wel jammer. Wat wou ik jullie ook nog even laten zien, dat is het volgende. De nieuwe pakketjes, daar zijn ook vragen over. Je hebt twee verschillende pakketjes. Even kijken of ik mijn cursor kan laten
Ja, hier is hij. Dus het groene pakketje en het blauwe pakketje. Ik ga jullie dan ook even het verschil laten zien. En voor de mensen die het al gelezen hebben, is het natuurlijk oud nieuws. Voor de mensen die het nog niet gelezen hebben. Voilà. Dit moet in één keer betaald worden. En dan krijg je er 74.740 in totaal. En dan heb je het blauwe pakketje. Even open doen, de volgende. En die kun je afbetalen. 400 en per maand. Maar als je je betaling op tijd doet, dus in 5 installments, als je ze op tijd doet, dan krijg je er nog eens zoveel bij. Krijg je er nog eens 2020 bij. Dus dat is niet slecht. Dat is nog een mooie aanbieding. Niet vergeten, we zitten in de laatste fase. Dit zijn de laatste cadeautjes dat we krijgen. Dus word er u van bewust als je nog mensen wil meetrekken. Ik krijg ook heel veel de vraag, Kaat, wanneer gaan we nu op de beurs? Ik ga u proberen uitleggen dat we geluk hebben bij een ongeluk. Nu met het coronavirus, alles is in elkaar gestort. Kun je je voorstellen dat Sky op de beurs zou zijn geweest in 2019? Want dat was eerst de bedoeling. Als we niet waren tegengewerkt door zoveel concurrenten, dan waren we in 2019 op de beurs geweest. En dat was dus een grote sisser geweest. Want als je nu de beurs bekijkt, dat is alleen maar rood. Dus wij zijn eigenlijk, ik zeg altijd, Skyway heeft een hele grote engelbewaarder. Dus nu netjes wachten tot alles voorbij is. En dan zal Junitski wel zijn, maar Junitski heeft mensen die hem daarin adviseren, zullen ze dan wel de momenten dat ze echt moeite waard is de beurs op gaan. En mensen, we hoeven niet op de beurs te gaan voor de dividend. De moment dat wij winst gemaakt hebben, krijgen we onze dividenden uitgekeerd. Sowieso, dat is al meerdere keren meegedeeld door Mr. Maasloff. Meneer Maasloff is van het bestuur. En hij is zo'n beetje de advocaat en de penningmeester van de Skyworld Community. En als hij dat zegt, dan zit daar wel, dat is een gegronde achtergrond, een gegronde reden. Goed. Oké, dat was het heel kort voor mij. Jammer genoeg kan ik jullie die andere presentatie niet laten zien. Dat was eigenlijk een hele mooie lange presentatie. Ik krijg ze niet opgeladen terwijl ik heb 15 minuten voordat dat we begonnen. Ik zie dat Christian het eraf gezwierd heeft. Dus laten we een andere datum afspreken. Ik ga het zeg maar geen contact te nemen met politiekers daar het gewoonlijk in Sisser draait. Hoe zit het dan met Antwerpen? Wel, met Antwerpen zit het goed. Wij moeten alleen wachten dat we de patent hebben voor de Unicorn. Dat is de containertransport. En want Antwerpen is zeer geïnteresseerd in dat transport, uiteraard. En daar hebben we nog geen patent op. En zij willen weten hoeveel de kilometer het kost. En dat kunnen wij niet geven. Waarom? Ten eerste hebben we er nog geen ervaring in. We hebben nog geen testen gedaan. We hebben nog geen patenten. En dus wij moeten dat eerst in orde maken. Dat had normaal in orde moeten zijn tegen dit jaar april. Maar ik vermoed dat dat niet gaat lukken. Maar in ieder geval, Antwerpen wacht. Ja, Antwerpen wacht. En wacht geduldig dat wij klaar zijn. Want we zijn zeer enthousiast over transport dat wij aanbieden. Geeft oplossingen voor heel, heel veel problemen waar de haven mee kampt. En niet alleen de haven van Antwerpen, maar ook de havens in de rest van de wereld. En de haven van Antwerpen, mensen, dat werkt nog volledig op diesel. Er is geen elektriciteitsnet. Dus je kunt je voorstellen hoe voorhistorisch dat daar nog actief is. Mijn mond viel open toen ik dat hoorde. Maar in ieder geval, dat is de waarheid. En ze zijn oplossingen aan het zoeken, want het kost hun daar te veel. Transport is te veel, dus containers laden en lossen is
te duur aan het worden. Dus velen gaan naar de haven van Amsterdam. En dus verlies ik heel veel contracten met grote containersbedrijven. Dus ze moeten dringend oplossingen zoeken, want het gaat om geld. Ze verliezen heel veel geld. Dus en ze waren zeer enthousiast over ons. Maar wij konden geen kilometer per kilometer geven. Dat ging niet. De kost per kilometer, dat ging niet. Dus voilà, dus dat staat goed. We zijn er al 4 keer geweest. En dan zou dat nu de 5e keer zijn. Zodra we informatie hebben over de unicorn en als alles gecertificeerd is en alles in orde is, dan maken we weer een nieuwe afspraak. En dan komt alles weer in orde. Ik zie nog wat vragen. Er was ook een probleem met containers verticaal te verplaatsen. Oh yes, is er al een oplossing gevonden? Wel, daar ben ik zelf benieuwd achter. Junitsky heeft Vladivolkov gezegd dat dat kan, dat er een oplossing voor is. Hij was ook zijn aandacht was onmiddellijk getrokken. Hij was ook zeer geïnteresseerd om dat probleem op te lossen. Waarom? Omdat er ook heel veel havens een rivier hebben om linkeroever, rechteroever. Dus ja, volgens mij zit dat wel al in zijn kopje. De volgende vraag, wanneer krijgen wij foto's of filmpjes te zien van het traject van 21 dat aan het bouwen zijn in Dubai? Ha. Mensen, dat beslist de overheid van Dubai zelf, dat mogen wij niet. Er zijn contracten getekend met privacy en al die dingen. Dus als de overheden daar zelf mee naar buiten komen, mogen wij er mee naar buiten komen. Dus daarvoor krijgen wij niks te zien, niks te horen, dat er niks uitlekt. Want ik weet, als er een beetje op het internet gezet wordt, dat door veel opgeblazen wordt. Het is gewoon menselijke aard om, ja, als ze al goed nieuws hebben, dat ze dat durven opblazen. Dus dat risico nemen ze niet. En ik begrijp dat ook, dat ze dat niet nemen. Er is ook heel veel concurrentie die liever Skyway ziet gaan dan komen. Dus ja, ze houden alles heel achter de coulissen. Niemand weet iets, er komt geen lekkages. Mensen van de boord kunnen niks zeggen, mogen niks zeggen, hebben contracten ondertekend zodat ze niks mochten zeggen. Dus daar hangen geldboetes op. En ja, dus wij zijn de laatste en de eerste en de laatste eigenlijk die het weten. Hetzelfde als de rest van de wereld. Dus een beetje geduld. Dan is er nog eentje. Denk je dat de internationale beurs in Dubai in het gedrang komt door de coronavirus? Ik heb gehoord van de Russische conferentie die door Maslow gegeven is, dat dat nog niet 100% zeker was, maar dat dat binnenkort beslist gaat worden of die doorgaat, ja of nee. En dat gaan we moeten afwachten. Hoe lang die lockdowns nog gaan duren, hoeveel slachtoffers dat er nog aan gaan vallen, hoe de Arabische wereld, sommige Arabische landen zijn zwaar getroffen, hoe ze dat daar opgelost geraakt krijgen, dat zal er allemaal van afhangen. Hè? Dit is allemaal herkracht. Dus ik heb ook al gehoord dat in Japan dat waarschijnlijk ook niet doorgaat, de sportevenement daar. Dus of dat doorgaat, ik weet het niet. We zullen het zien. En een expo uitgesteld naar volgend jaar staat te lezen op RSW Systems. Wel, als RSW ermee afgekomen is, dat is het platform van Junitsky zelf, dan is het zeker. Ja, als het platform van Junitsky zegt dat dat zo is, dan is het zeker. Dan mogen we van 100% zeker zijn. Het is ook zo, wij zijn ook een platform. Oei, er heeft iemand op de knop geduwd. Christian, zijn weer aan knopjes duwen. je moet weten, wij zijn een platform. Hè? En wij moeten eerst, wij wachten altijd op het nieuws. Als het officieel door Junitsky op zijn platform gezet is, dan is RSW. Dan komt het naar ons. Vandaar dat wij altijd een beetje achterlopen. Het is niet dat wij dat nieuws
te laat krijgen of dat wij niet ingelicht worden. Het is gewoon, in iets beslist dat, dat wordt erop gezet en dan krijgen we dat nieuws mee. Afgelopen dagen melden verschillende internationale persbureaus dat de organisatoren van tentoonstelling Expo het voorstel steunde om de tentoonstelling met een paar uit te stellen vanwege de coronavirus na het uitstel van de Olympische Spelen. Deze tentoonstelling Expo de laatste grote internationaal evenement dat officieel gepland was voor... Ja, als deze al gepubliceerd wordt, natuurlijk je moet altijd zien waar het gepubliceerd wordt en door wie. Wie zit erachter, want er is natuurlijk ook wel concurrentie onder elkaar en zo van die dingen allemaal. Ja, verschillende internationale persbureaus. Ja, dan zal het uitgesteld worden. Nu, dat heeft geen invloed op ons. Sowieso niet. Het was natuurlijk wel een gigantisch uithangbordje voor ons. Dat wij aan de hele wereld konden laten zien. Voilà, hier is Skyway, zo werken wij. Zo, dat zou fantastisch zijn geweest. We moeten nog wat meer creëren en mensen, gelijk de Christian zei, de wet van aantrekking. Stel je voor dat je er al in zit, dat je er al in rondrijdt. En dat er dat geen ecologisch... Hoe zit het met Vietnam? Ik weet dat meneer Maasloff en meneer František nog maar juist terug zijn van Vietnam. Die zitten allebei in quarantaine 2 weken. Ik heb met meneer František gebabbeld. Die moest 2 weken niet zijn huis uit. Hij mocht niet met zijn familie in contact komen, omdat hij juist terug was vanuit Vietnam. De uitstoot in liters. Is dit de uitstoot van verbruikte elektriciteit tijdens de rit of welke zaken zorgen voor uitstoot? Ik weet niet wat je bedoelt met uitstoot. Want ons systeem heeft geen uitstoot. Koen, er is geen uitstoot. Oké. Goed, zijn er nog mensen met vragen? Dan geef ik het woord over aan Christian. Wanneer energieverbruik? Ja, maar er is geen uitstoot. Zullen we een nieuwe afspraak maken? Laat mij iets weten, contacteer mij. En dan doe ik wel een onderlinge Zoom of zo. Mensen met vragen en mensen die geïnteresseerd zijn in die presentatie. De nieuwe presentatie die nu beschikbaar is, die Juri helemaal in elkaar heeft gestoken. Zeer goede stukken zitten erin om door te geven aan de mensen. Heel eenvoudig, ja, echt knap in elkaar gestoken. Kan u ook leren hoe je er eigen foto's in mocht steken. Hè? Dat je, bijvoorbeeld als je in Belarus bent geweest of op de transportbus of zo, kan ik u ook uitleggen hoe je dat erin kunt steken. En laat mij ook, ja, dat is een leuk idee. Dan wordt het zo wat persoonlijker, want die presentatie van Juri is zeer mooi, maar heel sec en niet persoonlijk. Dus je kunt er ook dingen bij steken van jezelf, dat is veel leuker. En dat spreekt ook veel meer aan voor de mensen. Goed. Oké, we plannen een nieuwe datum. Okido. Goed, leuk. Goed. Christian, beste mensen, als kaartje dat gelaat afzet. Goed. Hetgeen wat ik jullie nog, mensen, vanaf nu, het werk gaat door en we gaan werken online. Alsjeblieft, gebruik het online. Online, als je gaat leren hoeveel mensen die je online kan vinden, waar dat je mensen gaat vinden online, je kan alle sociale media gebruiken. Alle sociale media. Want het punt is op dit ogenblik, de meeste centen zijn online te vinden en de meeste mensen zijn online te vinden. Het is enkel uit onze comfortzone komen en op een andere manier gaan communiceren. We zijn het niet gewoon, we zijn gewoon van mensen gaan aan te praten op de straat of ergens anders, of een familie of vrienden of kennissen. Nu moeten we het op een andere manier gaan doen. Voor u een idee te geven hoe belangrijk het thuiszitten geworden is voor mensen die online werken, als je nu publicaties koopt op het internet, je hebt 50% minder tijd voor dezelfde prijs dan voor de coronavirus. Dat wil dus eigenlijk zeggen, je betaalt het dubbel in prijs dan voorheen. Waarom?
het doelbereik op dit ogenblik is 100 keer hoger dan het was, dan het voordien was, dan het voorheen was. Iedereen zit nu thuis een hele dag. Wat denkt er dan een hele dag mensen doen? Ja, sommige mensen worden aan het werk gezet door hun vrouwen, die zeggen dat mannen mogen gaan schilderen, we mogen niet anders gaan doen, of we mogen het gras afrijden. Maar het is zeer, zeer, zeer belangrijk dat je weet dat je via dit sociale media heel wat mensen kan vinden. En zelfs heel veel mensen kan vinden. Ja? Het is een hot item geworden via internet te werken. En werk daar dan ook mee. Leer dat ook gebruiken. Of dat je dat niet doet vanuit je slaapkamer. Of je doet dat vanuit een andere plaats. Dat maakt niet uit. Het is alleen maar het punt. Ga in communicatie. Dus je kunt het je eigen gemakkelijk maken. Je kunt zo niet op straat gaan zitten. Hè? Maar je kunt dat wel thuis doen vanuit je bed. En je kunt met mensen gaan praten en gaan schrijven. En de ene kan in de living zitten. De andere kan op de slaapkamer zitten. De andere kan in een andere plaats zitten. Dus je kunt eigenlijk met iedereen te samen gaan werken. In dezelfde locatieruimte. Maar toch dat ieder op zijn eigen werkt. Maar probeer daar toch eens werk van te maken. Als je weet op een mensen dat je in je Facebook, op je Instagram hebt. Heb je ze allemaal al eens een keertje aangesproken. En al eens een filmpje gestuurd. En nog eens een filmpje sturen. En nog eens een filmpje sturen. Denk je niet dat die mensen gaan vragen, wat is eigenlijk de bedoeling van dit? Of wat doe je eigenlijk? Wat is dat wat je doet? En probeer dat meer en meer te gaan promoten. En geloof me, Skyworld Community is volop bezig met funnels en andere soort systemen te gaan creëren, waardoor dat wij in de toekomst die dingen ook kunnen aanschaffen en dat wij op het internet ook heel makkelijk communicaties kunnen gaan maken. En dat wil niet zeggen dat je nu moet wachten en dat je niks meer moet doen natuurlijk. Ik had een paar vragen gekregen. Ik heb er ondertussen al wat antwoorden op gegeven. Kaat heeft ook al wat antwoorden gegeven. Ik heb begrepen dat de Beamcard de Skypods gaat maken. Wat is hier van juist? En dan houdt dat niet voor Skyway. Helemaal niet juist. Het heeft niets te maken met Skyway. Ze hebben onze naam gebruikt, onterechte kopie gemaakt. En ze zullen door een Niske voor de rechtbank worden gehaald. Dus de Beamcard is absoluut niets van Skyway. Laat het heel duidelijk zijn, forever and ever. Die heeft er helemaal niks mee te maken, heeft niks te maken met Skyway. En dat is een rechtszaak die nu aangespannen gaat worden, want ze hebben onze naam gebruikt, dus ze hebben een soort techniek gebruikt, maar niet volledig hetzelfde, het is helemaal iets anders. En ze gaan zogezegd naar Dubai, maar er is helemaal niets getekend in Dubai, er is nog niks gebeurd in Dubai, er is nog helemaal geen enkele onderhandeling gebeurd. Er is gewoon met dat bedrijf en iemand anders een memorandum of understanding getekend van, ja, heb jij interesse om met ons gaan samen te werken, kun jij mee voor investeerders gaan zorgen. Dat is het enige wat die gecreëerd hebben. En die pakken nu uit van, ja, nu gaan we hier beginnen bouwen. Er wordt helemaal nog niks gebouwd door Beamcard. En laat dat heel, heel duidelijk zijn. Dit zijn weer zo van die verhalen die rondlopen en waar iedereen weer al deftig gebruik van maakt om Skyway te misbruiken. Hoe ver zijn we met het verkoop van de aandelen? Eén ding wil ik duidelijk maken. Wij verkopen geen aandelen. Wij geven aan iedereen de kans om een lening te geven aan Jorninski. Daarvoor krijg je de keuze, direct, of je krijgt 4% op 3 jaar in het bedrijf, dan zit er een cliënt, of je tekent het contract niet. En als je partnercontract tekent, om te zeggen dat je een partner wordt, dan worden we een co-owner in de technologie. Vanaf dat wij uw allotment in investment in Skyway hebben ingeschreven in het register van aandeelhouders, in het register in de boek, krijgt een certificaat met daarop geregistreerde certificaten die een waarde krijgen bij de ingang van een beursmarkt. Nu is het enkel de waarde die stijgt in de verkoop die dat wij momenteel opleggen van fase 1 naar fase 15. Als je kijkt van fase 1 naar fase 15, waar dat al gestegen is, dan weet je al gerust wat prijs dat nu al gegaan is. Dus nu is het een voorinvestering tot de registratie in het register van aandeelhouders. Ja? Het is pas een officieel aandeel vanaf dat je de beursgang hebt. Ja? Ik neem aan dat dit nog steeds een nominale, natuurlijk heeft hij de nominale waarde, het staat ook op het document, hè, Fabian, het heeft een nominale waarde van $1. En dat staat op het document. Jorninski maakt niets wat dan niet waar is. Ja?
Is er een plan wat betreft de beursgang? Plan van de beursgang hangt af van de situatie van de huidige markt en de structuuropzet van de groep van Juninski. Bijvoorbeeld, eerst fase 15 halen en afwerken. Dat is al het eerste punt. Dan drie projecten bouwen, dat heeft hij eigenlijk trouwens gezegd op een van de eco, op de ecofeesten, heeft hij dat gezegd. Drie projecten bouwen, buiten het innovatiecentrum, buiten het ecopark. En dan gaat één ding gebeuren, dan gaat heel de wereld er naar kijken. En dan ben je sterk om dan de markt op te gaan. En dat moet niet zeggen dat we honderden kilometers moeten gaan bouwen. Dat kan 5 kilometer zijn, kan 3 kilometer zijn, waarop drie verschillende plaatsen in de wereld dat mensen het zien rijden. Dit is heel belangrijk. In Nigeria heb ik dat geleerd. Hier zeggen ze alleen maar, ik zie, I see and I believe. Ik zie het en ik geloof het. En anders geloven ze het niet. Die hebben er al zoveel meegemaakt, dat ze niks meer geloven. En daarmee zeg ik ook altijd, dit is eigenlijk hetgeen waar Juninski naartoe gaat. See is believe, maar dat komt. Waar staan we met Skyway en lopen we op schema? Ja, we lopen volledig op schema. Zelf de tijd die we verloren hebben met het schandaal van de SEC in Litouwen, dat weet je wel enkele jaren geleden, dat zijn we al volledig aan het inlopen. Hè? Dat zijn we terug aan het inlopen. Anatol Juninski is een grote businessman. Denk nu niet dat dat geen businessman is. Hè? Dat is een hele grote businessman. Ja? De planningen voor de opbouw van onze partners in de UAE en moeten voldoen aan de voorgestelde doelen van het bedrijf. Sorry, dat is een tijdfout van het bedrijf. Wil dat zeggen. Dus Juninski heeft een planning. En die planning die moet hij ook verwezenlijken. Er kan een kleine speling op zitten, maar er mag niet te veel speling op zitten. En excuses in de UAE die bestaan niet hoor. Echt niet, geloof het maar. Hè. Die man moet echt zijn eigen regels houden. Hè. Maar UAE moet zijn eigen regels houden voor ons, die dat wij getekend hebben met hen. Maar wij moeten ons eigen ook aan regels houden voor hen. Hè. Is er een plan waar ze nog meer gaan bouwen? Op het ogenblik is vrijgegeven Dubai. Maar er zijn ondertussen al meer dan 30 nieuwe contracten getekend. Dubai, in Emiraten en andere plaatsen in de wereld. Deze worden vrijgegeven volgens de eerste aanbetalingen die ze gedaan hebben. En waar wij als investeerders de meeste interesse hebben getoond. Dus, dat wil ik je nu mee heel duidelijk maken. Juninski kijkt naar verschillende dingen. Waar dat de meeste investeerders zitten, waar dat de meeste mensen altijd blijven investeren in zijn technologie, waar de mensen geloven in zijn technologie, en dan dat daar ook de aanvragen zijn, wat denk je wat Juninski gaat doen? Eerst in een plaats komen waar dan niemand geïnvesteerd heeft, waar dan niemand geloofd heeft in zijn project, en waar dan de ene keer de president zegt, je moet hier maar beginnen bouwen. Juninski is niet dat soort persoon, hè. Juninski die gaat werken op de plaats waar dat er eerlijkheid is, en waar dat er gewerkt wordt. En houd het heel goed in uw kop, mensen, dat wij een groep zijn die dat iets creëren in de bouw naar de toekomst. Het is niet alleen naar de financiële toekomst, maar ook voor de bouw in de toekomst. Dus werk aan jullie teams. Werk samen aan jullie teams en stop daar niet mee. Wanneer zal Skyway in bedrijf gaan? Skyway is al 40 jaar een bedrijf. En enkel zijn investeringen steeds steviger opbouwt. Ja, dat ook in de situatie zoals je er niet dat ook situaties zoals je nu dat er niet kunt uithalen. Hoe steviger de fundering van het bedrijf is, hoe sterker het kan op een spoor kan staan, hoe sterker het is. En het is daarom dat ik ook zeg, mensen, het is heel belangrijk, het is al een serieus bedrijf, dat bestaat al 40 jaar, dat is geen eenvalstreffer, hè. Er zijn geruchten dat in 2021 de eerste skypods in het bedrijf gaan en dit zal invloed hebben op de beursgang. Ja, geruchten zijn dingen die je best goed in het oog houdt. Hè. Maar deze planning is zeker heel juist. En je begrijpt, wanneer mensen zien rijden, zien is believe. Dit is wat ik geloof. Hè. Mensen, wat mensen zien is wat mensen geloven. Maar dat we de eerste skypods gaan zien rijden in 2021, die kans die zit er heel dicht in. Die is mogelijk. Maar dat moeten we nog altijd even allemaal afwachten. Ja? Er is gezegd dat 2021 aan de beurs gaan. Is dit haalbaar of moeten we rekening houden met 5 of 10 jaar verlenging? Kijk, ik wil één ding duidelijk maken en ik had het juist ook nog even aangehaald. Om dividenden te krijgen hoeven we niet op een beurs te zitten. Dit kan uitbetaald worden bij de eerste winsten van Juninski. Zodra we er rijp en klaar voor zijn voor de beursgang, zal Juninski en de UAE-partners, die gaan dat samen beslissen om de eerste stappen te zetten.
Gelukkig dat we nu niet op de beurs zitten, hè, want ik wil nu even heel niet heel duidelijk maken. Hè. Iedereen zit te roepen, hey, we gaan nog niet naar de beurs en we gingen dit. Veronderstel nu dat je niet op de beurs zit. Dat je weet dat nu, en Joninski zegt het is niet tijd, want er gaan dingen gebeuren in de wereld waarbij dat mensen geld gaan verliezen, enorm. En hij heeft het toch weer al juist, die mensen. Hij heeft het toch weer al juist, ze hebben het toch weer al geweten. Hè. En het is dan, wat je mens doet, je speelt niet met ons geld. Hè. Je gebruikt dat in de juiste investeringen. En op de juiste moment zal het er maar naar voren komen dat we alleen maar de meeste kansen hebben om alleen maar te winnen. Want dat is een win-win situatie voor hem, voor ons en voor de projecten waar we bouwen. Dus laten we het eventjes heel duidelijk houden dat het allemaal kan. Is er ondertussen nog contact genomen met de FSMA? Kijk, het punt is ja. Wij hebben contact met het FSMA. Er is geschreven naar het FSMA. De topleiders in België die zijn naar voren gekomen. Die hebben een beslag gaan neerleggen bij politie en bij het gerecht en bij FSMA en iedereen die dat ons aangeschreven hebben, daar zijn we geweest. Nu, ik zeg u één ding. Het is nog altijd aan het lopen. Hè. Er is niks gebeurd, hè. Er is niks veranderd in de situatie. En het FSMA in België zal niet veranderen. Die hebben nu eenmaal hun mening uitgesproken en zij komen daar niet op terug. Dus de enige manier dat wij kunnen veranderen, waarom denk je dat Skywalk Community een andere manier opgegaan is, dat we nu een andere naam krijgen, dat we op een andere statuut gaan starten, hè? Deze statuten die worden opgestart in Europa trouwens, waarom denk je dat we dat gaan doen? Alles heeft een reden. Omdat we normaal zouden kunnen gaan beginnen werken met Skywalk Community overal in de wereld. Maar ook zelfs dit heeft regels, dit heeft een tijd nodig in opbouw en dit vraagt ook een structuur op te zetten waarbij dat je in elk land kunt gaan werken en waar we in elk land normaal op de voorvloed, op de voorgrond kunnen komen zonder te veel problemen te hebben. Ja? Zo, ik denk dat we, als je nog meerdere vragen hebt, dan zend ze naar mij of zend ze naar Kaat. En we gaan u erop antwoorden. We gaan dat samen doen met het bestuur. En die mensen gaan u zeker en vast een antwoord geven. Ik ben heel blij dat ik met jullie samen gesproken heb. Ja, mij ook. Leuk voor jullie opkomst. Ja, leuk voor jullie opkomst. En de volgende keer zou ik zeggen, nodig wat meer mensen uit. Mensen die er iets meer willen over weten. Dan kunnen we nog live vragen beantwoorden. En ook als jullie wat meer assistentie nodig hebben of vragen, stuur dat alsjeblieft door. Wordt er u van bewust dat je niet er alleen voor staat. Dat we er voor jullie heel graag zijn. En dat we assisteren waar we kunnen assisteren. Kunnen we niet assisteren, dan geven we door aan bevoegde mensen. En wauw. Ja? Dus samenwerken is veel leuker. En nu zeker als we allemaal thuis zitten, kunnen we goed aan de slag. De meeste mensen zitten toch maar wat op een gsm en een laptop. Dus laten we het constructief gebruiken, onze tijd en onze energie. En dank jullie voor jullie aanwezigheid en jullie interesse. Zeg het door. Ik weet dat het altijd heel kort op de bal is dat we zoiets beslissen. We zullen eens wat meer datums geven en dan... ja, dan doen we het op langere termijn. Oké? Nog iets te zeggen? Veel succes en ik zie jullie later terug. Groetjes Kaat, bedankt voor de babbel. En aan alle mensen die geluisterd hebben... Hou je goed daar in Nigeria? Ja, we gaan dat doen. Hè. En we gaan er het beste van maken. We horen elkaar terug. Mensen allemaal, bye bye. Een prettige avond. Hou jullie sterk. Werk aan jullie gezondheid. Luister naar de gouden tips van Kaat. Die ben ik ook aan het opvolgen. Ik ben momenteel al 7 kilo kwijt. Ja, dus als je dan naar luistert, verlies de kilograms.